Shopping center. Ja, ja. Misschien. Hey, hey, hey. Gaan we even naar daar komen. Want, maar waarom moeten wij wel naar daar? Hè? Ik heb wel zotte drip achter mijn auto. Ja, wel. Dan moeten die aanhouden en gewoon meegaan naar de winkel. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Weet je wat dat in Apple wil doen? Hij moet eerst naar huis gaan om een ander vest aan te trekken. Een heel nieuwe. Ja, wel een heel nieuwe kleerkast. Ja, en maar eerst nog een pistolet ja, om dan naar het shoppingcenter te gaan. Ik ga toch niet in deze klote outfit van Avant. Niet zagen! Ik ga dat toch ook aan. Pak er een sticker op. Dat gaat ook, maar ik ga niet mee. Dat was mijn idee om te gaan en ik kan dat niet mee. Luca, ik kan, dat is al vrij dom, hè. Luca, maar ik, die videocringe kijk niet aan. Ik ga mijzelf niet zien op camera, man. Waarom niet? De vorige keer dat ik mijzelf zeg, cringe ik zo hard. Ja, en ik dan, wat moet ik dan zeggen? Mijn hoofd is constant mag ik deze keer op de thumbnail staan? Ik zal een goed gezicht trekken. Allee, trek eens een goed gezicht. Ja, dat is dan spijtig, het is niet gelukt. Dag. Sorry, ik heb jou echt niet gezien. Oh, ja. Ja, wie kan mijn vader doen? Zeg hallo tegen de mensen. Hai. Kijk. Pak die cookies, ik wil dan maar yes. Kijk, doen! Twinnen! Ah, ja. Die cookie gaan van mij. Waar hebben jullie al rood aan? Oh, ben jij coach? Ben jij coach, Lara? Arthur, ik heb kleine kinderen les, kijk. Ah, ja. Als je wat doet. Ja, bij een kunstrol staat zo. Is hij dat? Ik niet. Wat doe jij? Wat? Nee. Ja, dat is specialiteit. Wie? Nee. Wie dat? Oei, nee. Ik denk dat dat niet voor jou is. Waarom niet? Ik heb dat ook! Ah, dat is niet hij. Is dat een hè? Oei. Is dat een hè? Oei. Is dat niet zo raar, Jonas? Dat is niet oké. In de Nederlands klas. Het is weer al leuk, zo. Ja, ja. Er is dingetje. Ik heb nog altijd geen foto, hè. Ja, dat is een oude foto. Ja. Is dat op een vlog? Ja. We hebben het op naar vierde week. Ja, allee. Heel goed. Ik moet hier een spreekoefening maken en ik snap er niks van. Hè. Dat is hier allemaal anders dan thuis. Hè. En dat is hier zo'n rare tv die je kunt met je vingers ook doen of zoiets. Kijk, als ik hier op druk, gaat die ook. Ja, wat is dat voor iets? Hè? Wie heeft dat nu weer bedacht? En wie is dat nu weer voor een? Oh, kan die mij horen of wat? Hallo? Allee, jong. Dat is wel straf. Ik ga hierop klikken en zeg oké Google. Wat moet ik dan doen? Zeg, wat moet ik hier doen? Ik snap dat niet. Ja, maar dat doet niks. Maar nee, heb ik mijn privéaccount ingevoerd. Moest dat niet? Oké, laatste. Ik snap er niks in. Ja, accepteer. Ja, aan de slag. Eindelijk, het werd die tijd, hè. Oh. Loop. Oké, waarom moet ze naar hier komen? Daar is ik al goed tegen de vlog. Dag, mannen. Het is Vike. Deze man, hij is echt een dief. Maar ik heb niks gestolen. Ik word gewoon een keer aangehouden in die winkel. Ik heb niks gedaan. Winkeldief.
Ja. Ik werd in één keer mee naar achter gepakt. Ik kwam hem naar buiten. In één keer stond hij maar. Even meekomen, winkelinspectie. En wat zei die over een condooms, Willem? Wat zei die vent over een condooms? Maar hij waren condooms. Hij maakt mijn oksel, deze gast. Leg het eens uit aan de mensen hier. Die willen dat heel graag weten. Ik had dus condooms in mijn portemonnee. Was me daarna. Kom hier. Ik had dus condooms in mijn portemonnee. Want ja, ik heb ook enorm, ik heb dat altijd mee. Vergeet dat altijd uit mijn portemonnee te halen. Maar dus, die zag dat, die winkelinspecteur, gedoe. Die zag dat en die zei zo van, ah ja, ik ben ook ooit jong geweest, dus dat mag niet. Het. Ja, broer. Amai, jij hebt wel, ik ga nooit meer met je shoppen. Waarom niet? Ja, omdat jij een gevaarlijke zot bent, daarom niet. Je wordt ook zomaar aangehouden, niet? Ja, maar zomaar. Ik word niet zomaar aangehouden. Nee. Je hart is heel koud. Hij was verdacht aan het doen, volgens de meneer van de winkel. Ik deed gewoon. Jullie jouw camera is goed gedragen. Nee, hij zat dan hier. Het is ook tegen de vlogger mensen hier. Ik heb het koud. Ja, ik ook. Nee, maar het is hier niet warm. Sneaker. Dus je hebt hier heel de winter staan, hè? Ja. Yes, België heeft vuurse zon op één weg. Volgende week neem ik een sjaal mee, hè, Mike? Nee, ik hoor wel. Hier geen sjaal, hè. En een muts. Muts, geen muts op mijn kop, hè. En zo'n muts. En jouw haarlijn. Ja, dat ook, maar dat jukselt. En zo één haarlijn, geweldig. Ik weet niet hoe simpel, hè. Ochtends in de douche. En dan zijn we klaar, hè. Ja. Maar wat kom jij nou weer doen? De mensen wat het probleem is. Ja, ik doe niks in mijn leven, dus ik kan niets opschrijven. Ja, we moeten dus een taak voor Engels maken. Met dat habit. En ik heb dit. Stieres. Stieresperm. Ja. We moesten dus een Engels taak maken, hè, met habits erin. Dus dingen die we doen. En op vakantie. Maar ik heb dat niet gemaakt. Hè. En zij heeft ook bijna niks. En ja, hè, dat kunnen we niet lezen. Ik heb wel vijf woorden, hè, dat is genoeg. Maar als ik een fout heb, dan ben ik gebuisd. Ja, en ik ben sowieso gebuisd, want ik heb helemaal... Ik heb nodebot, ik heb nougatbollen, ik heb zus niks. Nougatbollen. En hij heeft wel iets, maar dat kun je niet lezen, dus dat is ook al gebuisd. Nee. Ja, dat staat gewoon een dikke kriebel op je blad. Iedereen kan zeggen dat dat Engels is, hè. Maar voor hetzelfde geld is dat Japanees. En dat stinkt, jongen. Oh, vieze brood. Dat is ook mijn stierensperma. Dat is niet waar, dat is oranje. Bij mensen, dat wit is stierensperma. Oh, dat stinkt! Jongen, poets die tanden, hè, als je dat gegeten hebt. Het is nog kouder dan op de Noordpool. Wat zeg ik? Het is zelfs nog kouder dan op de Zuidpool. Mannetjes, dat is hier een ijswind van hier tot kinder. Volgens mij komt hier recht van de Polen. Wind, hè. Maar wind, hè. Koud dat keer, koud in de klas. Ik heb wel gezond ooit hoe drukken. Leg dat veel. Een paar kronen zoek dan ook zeg. Dag mannen. Minecraft is enkel goed in Bedrock. We zijn vandaag gedaan met school. Extra vroeg. Goed. Want ik heb goede gametheorieën. Goed, we gaan theorieën nog eens verzinnen. Welke games wil je theorieën op? Pipi. This dude is stupid! Is wie ik ben tegengekomen op weg naar huis. Zeg eens dag tegen de mensen. Dit is Robert. Ja, Robert is een oude maat van mij. Robert. Ja, ja. Bonsoir, beste vrienden. Ik zit weer al op mijn bed. Ik ga zo beetje slapen, nu eigenlijk. Maar ik wou nog even goeiedag zeggen tegen de camera. Hè. Wat is het nu? Dus, mannetjes, sorry dat het zo'n korte vlog is. En dat het ook nog 2 dagen in één zijn. Maar ja, ik heb niet genoeg beeldmateriaal voor 1 dag. Er is ook niet veel gebeurd, dus heb ik het maar samengevoegd woensdag en donderdag. Maar morgen is er weer vrijdag en dan kunnen we allemaal naar vrijdag kijken. En dat is natuurlijk super. En dan moet allemaal liken, abonneren en heel de bataclan. En wat is dat nu? Dus dan zie ik jullie morgen, nietwaar. Salodder en de groeten thuis.